Drie punten. Over nadenken komen we zo op terug. Want we waren natuurlijk met Amerika bezig. En we hadden gisteren een nieuwe Amerika-deskundige, Victor Vlam. Nou, die ging erin, hoor. Ja, nee, maar weet je wat het is? Kijk, als een 24-jarige up-and-coming journalist dit doet, dan denk ik van, ah, dit is schattig. Maar dit is gewoon iemand die veel te graag wil. Charles Groenhuizen is de Henny Huisman van Amerika-kenners. Hij wil dit gewoon veel te graag. Als hij de meest inhoudelijke analyses daar gaf, dan had ik gezegd, nou, dat vind ik oké, dit is een passieproject. Ja. Maar het is echt om het publiek te bespelen, om meer lof en waardering te krijgen. Iedereen... Ja, met de vlam in de pui wou ik zeggen, maar dat is een slechte grap. Maar hij ging er echt bovenop. En Charles die dacht, hey, ik laat me niet kennen, ik ga eens eventjes reageren. Dat doet hij als volgt. Geachte Victor Vlam, dank voor je gepeperde, maar overbodige pensioenadvies. Ik zal nog niet opvolgen. Tegen de tijd dat jij net als ik per filmpje gemiddeld 100.000 views en bijna 400 likes krijgt, sinds de aanslag op Trump, spreken we elkaar wel weer. Ik laat dat plezier niet vergallen door gescheld van één Amerika-deskundige aan de moppentafel van een talkshow. Doe iets nuttigs met je negatieve energie. Keep hope. Alive. Nou, snap je dat, Jack? Dat hij dat eventjes terug prikt? Nou, ik snap Victor, maar ik snap Charles ook. En dat heb is het een moppetafel? Heb ook. Wat? Nee, het is geen moppetafel. Nee, nee, nee. Nou, het was gisteren. Het was af en toe bij Vlagen ongezellig. Het ging ook niet heel lekker uit. Nee, gisteren. Maar het gaat nu om Charles. En ik vind dat Charles een goed journalist is. En dat hij daar door gepikeerd is, kan ik me ook voorstellen. Maar... er zit altijd een verhaal aan beide kanten. Ja, nou is Charles natuurlijk wel een klein beetje vriend van de show. En wij doen heel erg aan nazorg bij iedereen. Dus ook bij Charles. Charles, ben je daar lekker live? Ja. Charles, gezellig dat je erbij bent. Heb je in de zon gezeten, Charles? Ja, goed. Goeie dag, schotels, hè? Ja. Ja. Charles, je was boos, hè? Oh. Nee, ik vond het een beetje beneden de maat. Op mensen, het enige argument wat Victor eigenlijk aanvoerde was... Charles is 70 en is te oud. Ja, nou ja, dat kun je vinden. Ik vind het een beetje flauw, ga gewoon op inhoud. Weet je, bijvoorbeeld, jullie hadden net Raymond Mensen aan de lijn. Raymond en ik zijn het vaak over dingen rond Amerika behoorlijk oneens. Hij zit vaak wat meer naar rechts en ik wat meer naar links. En wie komt er een paar maanden geleden op mijn uitnodiging... naar de presentatie van mijn laatste boek, De Verdeelde Staten van Amerika? Raymond zegt, tuurlijk kom ik. En we hebben daar gediscussieerd over Biden en over Trump. Zo hoort het. Ja. En chapeau wat dat betreft voor Raymond. En ik vind echt dat Victor zich een beetje moet gaan zitten schamen. Hij heeft geen enkel inhoudelijk argument. Zeg dan, Charles, je had ongelijk over Biden of je had ongelijk over Trump. Dat kun je vinden. Voer argument. Want het enige wat hij zegt, hij is 70 en moet oprotten. Nou, kom op zich. Ja. Ik heb een beetje breder de maat. Charles, veel belangrijker eigenlijk. Waar zit jij? Neem ons eens even mee. Want waar ben jij precies? En dit is jouw camper? Laat het even zien. Ja, ik zit in Colorado. Ik zit in de Rocky Mountains. Het is een beetje mijn werkplek. Wat ik hier zit te maken ligt waarschijnlijk in mei volgend jaar in de boekwinkel. Ja, best is het. Ik zit in de boekschijnen. Ik zit midden in de Rocky Mountains. En we hebben deze camper hebben we al een jaartje of 20. Dus we reizen al een jaar of 20 heel Amerika door. Destijds toen de kinderen klein waren, nog met de kinderen uiteraard. Nou, dat is al een tijdje geleden, die zijn allemaal rond de 30 intussen. Ja. En mijn vrouw zit volgens mij nu in het vliegtuig op weg naar Amerika. Die komt hier ook naartoe. Ja, waar slaap je? En dat is een van de leukste manieren. Charles, waar slaap je? Laat eens even zien. Ja? Dit wordt de hele tour. Nee. Ja, dat zie ik niet, Charles. Ik wil het bed zien. Ik moet hem even omzetten. Wacht even, daar komt hij. Ja, de master bedroom. Ja, een man alleen, hè? Maakt zijn bed niet op, hè? Zag je het? Zou jij het wel doen, Jack? Ja, Charles, ga eens naar buiten. Nee, ik ook niet. Wij willen even zien wat er buiten te zien is. Even kijken wat jouw uitzicht is. Dan ga je hier kijken. Je gaat hier gelijk de natuur in. Ja. En je kunt hier, ik kan vanaf de camping kan ik gelijk... Kan ik hier deze kant ook. We zitten in een soort vallei. Mooi. Dat is dus jouw BNB voor liefde. Ja, dat is fantastisch. Was je wel een beetje op voor de beren daar? Ja, dat zou best kunnen. Die zijn hier wel. Ik ga nu een camping verder over een paar dagen. Dan is mijn vrouw er ook. En daar hebben we vorige jaren ongeveer elke avond bezoek van. Dan neem je vrouw mee gehad. Naartoe, ik begrijp het. Ja, duidelijk. Nou, je moet hem wel een beetje... Nee, maar dat is gewoon s'nachts. Heel goed. Charles, je moet nog wel een beetje leren vloggen, want het is niet steady. Hè? Maar we komen gewoon deze week nog een keer bij je terug. Dag, Charles. Ja. Bye.